Dit eindexamenjaar wilde ik gebruiken om portretten te schilderen, veel portretten, en mijn eigen stijl erin verder te ontwikkelen. Ik begon met het schilderen van portretten van een mooi beeldje, de Beatrice van Lietz Vagerman. Dat zat natuurlijk lekker stil, waardoor ik haar goed van alle kanten kon bekijken en kon proberen haar gelaatstrekken zo treffend mogelijk weer te geven. Maar een echt model vond ik toch interessanter, dus ging ik verder met een paar zelfportretten. Ook handig, zo'n altijd aanwezig model in de spiegel. En ondertussen ging ik ook experimenteren met snelle werkjes in aquarel en acrylverf. Maar het werken met olieverf, waarbij je veel langer kunt schuiven, aanpassen en mengen, beviel me beter. En daar ben ik uiteindelijk mee doorgegaan. In de loop van het jaar heb ik vervolgens een aantal prachtige modellen mogen schilderen. Veelal door ze eerst live te schetsen en dan later in mijn atelier met behulp van een hele serie foto's verder uit te werken. Gelijkenis vind ik daarbij belangrijk, maar een grote uitdaging ligt voor mij steeds weer in het vangen van net die specifieke houding of gezichtsuitdrukking die me is opgevallen. En als er dan iets van die zelfverzekerdheid of juist kwetsbaarheid, concentratie of juist ontspanning in het portret doorschemert, ben ik tevreden.